Ja, nu is het feestvarken zelf aan de beurt. Hij is er al weken van, kan hij niet slapen. Staat stijf van de zenuwen. Staat buiten stiekem te roken. Kortom, ik ga verder niks zeggen. Ik vraag uw aandacht tot slot voor Jaap Buys zelf. Hemzelf, Jaap. Peter Kuiper heeft inderdaad gelijk. Ik sta stijf van de zenuwen. En ik vind dit veel minder leuk dan het schrijven zelf. Waarom ben ik daar toch aan begonnen? Vanaf kind af aan ben ik al stapelgek op kermis. Als jong kind was ik al een hele dag op het kermisterrein. Vroeg ik oude mensen de hemd van het lijf hoe dat nou vroeger ging en hoe dat nou was, hoe ze dat beleefden. We waren op een ontvangst van kermisexploitanten en toen zei Kees de Boer, de oud-marktmeester: je moet wat met al die informatie die je hebt opgeschreven gaan doen. Je moet een boek schrijven. En ik heb er lang over nagedacht, maar het is inderdaad zo dat boeken, en zeker de boeken waarin de kermis soms ter sprake komt, en dan denk ik aan de Volendammers, Kees Bootsman, Bruin Schilder, die geven een sfeer van vroegere tijd die je warm maakt. Wij worden warm van de kermis en zij werden al warm van de kermis. Dat waren gewoon, dat was toen al, toen ik jong was, een stimulans om dat over te willen brengen. Ja, eigenlijk wilde ik alleen een dankwoordje richten tot u. Nou, op de eerste plaats wil ik natuurlijk bedanken de heer Boots van de NKB en wethouder Runderkamp voor de mooie woorden. Maar ook vele andere mensen die mij hebben geholpen. En nou noem ik een aantal namen mogelijk in de verwachting of in de angst dat ik een naam zal vergeten. Maar ik wil beginnen met Dick Brinkemper, die toen een oproep in het Nivo stond dat ik bezig was met een boek, meteen alles wat hij wist op het gebied van kermis aan mij te geven en te gebruiken. Daar heb ik zeer veel aan gehad. Daar zaten heel interessante stukken bij van dingen die ik nog nooit had gehoord, of althans waar ik wel van had gehoord, waarvan ik toen de precieze tekst kreeg. Daar was ik zeer blij mee. Dan een tweede actieve schrijver in Volendam, dat is de heer Piet Koning. Neerlandicus, schrijver. Die man, die kan je echt verder helpen. Opbouwende kritiek. Zou je dat niet zus of zo doen? Ja, het is jouw boek, maar ik wil het toch even zeggen. Dan ga je daarover nadenken en dan doe je daar wat mee. Dat heeft mij toch ontzettend geholpen. De Nivo. Nou, die hadden wel een paar foto's voor mij. Ik kwam thuis, toen bleken het er maar liefst 2300. Dat was even schrikken. Maar er waren er wel veel waar ik wat aan had. Dan heb ik een aantal particulieren die ook toch alle foto's op het gebied van kermis die ze hadden aan mij gaven. Kijk maar wat je ermee kan. Heb je er niks aan, dan geef ze maar terug. En anders dan zet je ze maar in het boek. Ja, ik wil jullie die hier zijn allemaal bedanken voor jullie belangstelling. Het doet mij goed dat er zoveel mensen zijn. En ik hoop dat er heel veel mensen iets herkennen van de kermis van vroeger en van nu. En voor de een ligt die herinnering 80 jaar terug, voor de ander 40 jaar terug en voor de ander 10 jaar terug. En ik op mijn beurt heb genoten bij het schrijven van herinneringen van nog oudere en vaak overleden mensen. Die bracht je weer in stemming. Dan kon je weer verder met schrijven. Dus, meer heb ik eigenlijk niet te zeggen. Bedankt allemaal, want iedereen die hier zit heeft bijna wel iets gedaan. Ja. Wie moet nou het eerste boek? Is dat de burgemeester? Is dat de wethouder? Is dat een andere houten methode, zal ik maar zeggen, die al vaak in de belangstelling staat, al vaak naar voren wordt geroepen als er wat is? Wij hebben besloten, dit is een beeld van de kermis en daarom wil ik de mensen die hierop staan, of hun vrouwen of een weduwe uitnodigen naar voren te komen.